Goedemorgen, het is vandaag de verjaardag van Siem en Manish. Ja. Siem is geboren op deze dag. Manish weten we niet, dus we vieren hun verjaardag altijd samen. Je bent ook gewoon een jarig. Ja, je bent ook jarig, dus we hebben vanochtend een liedje voor ze gezongen. Siempje is 7 geworden en Manish weten we niet helemaal zeker, maar we denken dat ze ongeveer 7 was toen hij kwam, dus dan is hij 14. Ja. Dus yay. Ja, geen joppen. Ja. Happy birthday, kiddies. Vandaag op de planning een Beautyglass video filmen. Oké, Foef is de Luxeflex aan het stofzuigen. En ik heb hier de olie uitgezocht. Ik wil nog zo'n grote kopen. Dit is het, hier doe ik olijfolie in die. En dan, daar gaat dan zonnebloem in. En dan wil ik 3 kleintjes voor balsamico, appel en de salade olijfolie, zeg maar. En ik heb kokosvet in een potje gedaan. Deze voor boven voor de badkamer. Ziet er denk ik wat mooier uit. Ik vind het een beetje rommelig zo. Zo. Het ziet er zo heerlijk uit. Kijk, dit is nog veel mooier. Ik vind dit echt super mooi. Zo, en dan met dit in een potje. En anders wil ik dezelfde zonnebloem. Deze vind ik trouwens ook mooi. Die heb ik van Maximarijn gekregen. Dus voor nu ga ik deze bijvullen met saladeolie, zeg maar. Als dit op is. Maar dit, ik vind dit gewoon zo, het is zo lelijk, zeg maar. Ja, of je moet die labels eraf trekken of zo. I don't know. Het scheelt al. Zo, zo. Zo. Oké, ik ga douchen en ik heb deze opgemaakt. Face wash. We kregen net mooie bloemen. En een nieuw geurtje binnen. Dat is Oliver. Oké, verpakking. Gucci Bloom Vibes. I like it. Fris. Bloemen fris. Love it. Toen ik dit boeket net uit de verpakking haalde en die stokjes ging afsnijden, viel dit er gelijk af. Dit bloemetje. En ja, geheel in stijl van Animal Crossing moet ik nu in mijn haar dragen. Ik zweer het, ik ga het doen. Ik doe denk ik deze jurk aan. Want ik wil daar mijn nieuwe schort aan doen. Om die pannenkoeken gaan bakken. Oh, wat hangt die laag. Ik even een knoopje maken. Anyway. Qua kleuren vind ik hem wel mooi, grappig zo staan. Wat een raar laag ding. Denk ik. Zo doen. Ja, of als ik hem aan heb. Dat deed mijn moeder mij altijd vroeger. Wow, throwback. Dan kreeg ik een schort en dan ging ze hier een knoopje maken zo. Kreeg ik hem niet meer van mijn hoofd, maar dan paste ik hem wel. Zo. Zo, zeg maar. Zoiets dan. Ja. Kijk, voor nu even niet. Het is warm ook, zeg je zusje. Mijn haar feunen met de Airwrap. Het is nu perfect haar, zeg maar. Het is net even handdoek droog is. Nee, ik bedoel bijna aan de lucht gedroogd zelfs om dat te doen. Yay! Oh, 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 oh
Alright, haartjes zijn ook gedaan. Yes. Zal ik een bloemetje erin doen? Het kan wel. Doe. Het staat een beetje gek, denk ik. Misschien niet bij deze outfit. Het kan zo leuk zijn, maar ik voel hem niet bij zeg maar, de look van nu. Wacht, misschien met een schort erbij. Kijk. Als ik deze aan heb. Nee, ik niet. Bammer. Ik kan het doen, maar ik denk dat mijn haar ervoor gaat zitten de hele tijd. Ik zeg, eigenlijk moet je zoiets doen met een soort vlechtenkapsel of zo. Echt blij met mijn haar. Jee. Oké, jij niet te filmen. Zo. Zo. Even afwassen. Ja. Een paar dingen met de hand afwassen en dan gaan we zo beginnen. Oké, we hebben dus de hele tijd nagedacht over wat de ultieme volgorde is van deze video. Want we gaan 3 soorten TikTok pancake dingen maken. De cereal pancake, dus de kleine stukjes pancake. Dan de fluffy, die soufflé pancakes. En dan is er ook nog een Oreo dipped in pancake batter, wat je frituurt. Nou, wat is dan het handigst? Het handigst is, wat we nu hebben bedacht, is om een grote voorraad aan pancake mix te maken. Dat moet je door 3 delen. De mixer hebben we nog nodig voor die fluff pancakes, want we moeten die eiwit opfluffen, zeg maar. Dus die gaan we denk ik als laatste doen. Is dat handig? In ieder geval is het niet het handigst om die frituur als laatste te doen. Want je weet niet hoeveel van de pancake mix je nog nodig hebt. Ja, het is lastig, want dat was het. Ik denk het eerste, als je die als eerste doet, dan dip je het in die pancake mix. Alles wat over is gebruik je voor andere recepten. En als je hem als derde doet, heb je misschien wel hartstikke veel over of te weinig of whatever. Ik doe hem als tweede, kan ook. Lastig. In ieder geval hebben we nu nog steeds het issue. We hebben geen deksel voor onze grote koekenpan. Dat is ook weer een dingetje. En met die soufflés moet je dat echt hebben. Dus we hebben al helemaal naast het denken. Bakplaat erop, overplaat, whatever. Dus ik denk dat we het gewoon maar in een klein pannetje gaan doen. We hebben nu een deksel besteld voor die pan. Echt losgekocht, want dat merk ik niet zo dat het kon. Maar ik dacht, nou, zou dat kunnen? En toen, ja, het is gewoon losse glazen deksels. Oké. Ik doe het niet op. We are the robots. R.I.P. We are the robots. Oh, we doen hem nog niet op? Ik dacht eerst even zo en dan daarna een soort switch naar de schorten. Dat gaan we heel goed schoonmaken, want dan ga ik wel omhouden. Ja. Ophouden. Ja. Test, 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 test. Audio, test, test. Test. Video. Video. Oh my god, guys, we zijn een paar uur verder. Het is 7:50. Dit, het laatste wat wij hebben gemaakt. Oh my god, 3 recepten. Check het, staat op Beauty Gloss. Je mag het nog niet zien. Het is amazing. Nee, jawel. Oh, het is echt fantastisch. Fantastisch. Maar, wat is dit? Wat is dit? Maar ze hebben al heel veel leven gehad en zo. Dit heeft ze misschien al weer gehad. Is de plan iets kleiner om wat te krijgen? Dat heeft ze nooit gehad. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar gewoon zo van. Als het al had, zo'n zus, dan kan je dat zijn. Dus dat ging even testen. Maar ze heeft dus nog een grapje. Maar dat is niet zo makkelijk. Helaas. Nee, het is nu 3:00 s'nachts. Ik heb echt uren zitten editen. De video is uiteindelijk 30 minuten geworden. Het was echt weer veel te lang allemaal. Dan begin ik met editen en dan zie ik de beelden. Dan weet ik al van, oh, zoveel materiaal. Deze video wordt te lang. Alleen al de fluff pancakes waren een kwartier. Ik dacht echt, ik had eigenlijk gewoon nog beter 1 losse video daarvan kunnen maken. En dan, oh ja, als ik helemaal bezig ben. Niet meer helder nadenken. Maar de video is afgeëdit. 3:00 s'nachts. Wow. Oké, wilt rusten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye.